Ik daag je uit om deze video te liken met jouw vinger op je neus. Kun jij het? Oké, dus ik ben vandaag in Brookhaven, zoals je kunt zien. En vandaag heb ik één van de grootste geruchten in Brookhaven. Tenminste, het zijn meerdere geruchten. En in deze video gaan we testen of deze geruchten echt zijn of niet. Want er zijn er een paar. En één van de geruchten die aan mij is verteld, is dat we als we naar een huis gaan. En dan gaan we deze kant op. Pakken we even deze hoofdpoort. Oké. En dan gaan we snel deze kant op. Want we moeten een huis pakken. En het moet een specifieke huis zijn. Want er is één huis die iets heeft wat andere huizen nooit hebben gehad. En niet hebben in Brookhaven. Als we namelijk een willekeurige huis spannen hier, kunnen wij even kijken welke was het ook weer. Volgens mij was het dit huis. Naast de spookhuis is dit huis. En als je dit huis spant, dus laten we hem even snel spannen. Als je dit huis spant, dan is er iets aan dit huis wat jij waarschijnlijk niet wist. Tenminste, 99% die dit nu kijkt, wist het waarschijnlijk niet. Want ik wist het zelf ook niet. Maar er is meer een gerucht. Dus we moeten eerst wel kijken of het wel echt is. Dus laten we naar het huis gaan. En als we het huis open doen, even aankloppen, is iemand thuis? Het is mijn huis, dus niemand hoort hierin te zijn, toch? Hallo, zit iemand in mijn huis? Wow, dit is wel een... Oh, dit is wel een coole kamer eigenlijk. Check dit. Hier heb je de kluis naast die computer. Dus als je zit gewoon Roblox te spelen, kun je op je kluis letten. Dat niemand indringt en dat niemand je Robux valt. Dit is de beste setup die ik heb gezien. Maar wat jij niet wist over dit huis. Je kan in dit huis via de ramen naar buiten. Nou, en je zou denken, wacht, via de ramen? De raam kan toch niet open? Nou, in dit huis hebben we ramen die, als wij op deze raam moeten klikken, zou er iets moeten gebeuren. Oh my gosh, wacht, dit werkt echt. En dan hebben we de raam die open staat. Wacht, ik heb dit nog nooit gezien. En we kunnen eruit. En volgens mij werkt dit bij elke raam. Dus deze kunnen we ook openen. En dan kunnen we naar buiten gaan. En dan kunnen we weer naar binnen via deze. Kunnen we deze openmaken? Oké, deze kunnen we niet openmaken. Maar welke nog meer? In de garage zijn er ramen die we ook kunnen openen. Check dit. Maar er is één ding wat jij ook waarschijnlijk niet wist aan deze trucje. Als je wist dat deze ramen open kunnen, goed zo. Maar wist jij dat als jij naar je deur gaat en die daadwerkelijk op slot doet, dat niemand naar binnen kan. Dus nu kunnen we eigenlijk niet naar binnen. Ik klop aan en niemand doet open. Dan kunnen we namelijk waarschijnlijk door te gaan naar binnen. Even kijken of dit echt is. En deze staat dicht volgens mij. Wacht, welke heb ik open gedaan? Volgens mij heb ik deze open gedaan. En we kunnen gewoon naar binnen. Terwijl de deur op slot staat, zoals je kan zien. Dus de deur staat op slot. Dus als ik deze raam open doe hier en de deur op slot doe, dan kan ik nog steeds naar binnen. Dus als iemand in een huis zit die jou heeft vergeten te bannen, of als je wilt naar binnen sluipen bij een huis, kun jij letterlijk, als hij de raam heeft opengedaan, of als jij stiekem de raam hebt opengedaan, kun je namelijk, want je ziet het niet. Check dit, je ziet niet dat de raam open is. Het is echt verborgen. Maar je kan letterlijk gewoon in het huis gaan en dan kun je checken wat diegene aan het doen is. Of misschien zijn Robux pakken. Ja, laten we wat Robux pakken en laten we wegwezen. Dit is een van de geruchten die ik heb voor jullie in Brookhaven, maar we hebben er nog een paar. Dus laten we naar de volgende gaan. Voor de volgende locatie moeten we naar deze plek gaan, want zo te zien is op deze plek een nieuwe huis te vinden. Oké, laat ik een golfkarretje pakken, want de golfkarretjes zijn cool. Like als jij golfkarretjes leuk vindt. En abonneer als jij Brookhaven elke dag speelt. Maar voor deze locatie moeten we naar Lake Madison. Dus meer Madison. Maar wat we hier hebben is deze huislocatie. En ze zeggen dat hier een nieuwe huis is te vinden recent. Dus laten we even kijken of we een nieuw huis kunnen vinden. Oké, laten we de huis gaan. Oh nee, dan moet ik hem weer kopen. Oké, laten we hem kopen. Om dit gerucht uit te testen. Want ik wil het echt weten. En dan moeten we deze huis gaan claimen. En dan zou er hier ergens een nieuw huis zijn te vinden. Dus laat ik even goed gaan zoeken. Oké, deze hadden we al. Deze hadden we, deze hadden we. Ik ben nu aan het zoeken. En ik denk niet dat ik een nieuw huis heb gevonden. Even kijken. Deze, 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 deze. Deze heb ik eigenlijk nog nooit gezien. Maar waarschijnlijk was deze al in Brookhaven. Ik denk niet dat ik een nieuw huis zie. Misschien helemaal beneden waar altijd een nieuw huizen zijn. Nee, eigenlijk waren al deze huizen al in Brookhaven. Dus ik denk niet dat dit gerucht echt is. Maar we moeten naar nog een locatie. Want er schijnt dat het boeit bij welke locatie jij je huis pakt. Dus namelijk als je bij deze locatie je huis pakt, kun jij meerdere keuzes hebben bij huizen. En hier ook. En bijvoorbeeld daar. Dus laten we dit even na gaan kijken. Ik pak deze huis en dan moeten we nachecken. Ik zie niks beneden. Dus dat is altijd een slecht teken. Dan weet ik al dat er geen nieuwe huizen zijn. Maar we kunnen nog door gaan kijken, want ik denk niet dat ik hier iets ga vinden. Ik ben echt benieuwd of we nieuwe huizen gaan kunnen vinden. Oké, hier is niks. Laten wij even kijken naar dit huis.
Dit is ook best wel hetzelfde. Er zijn namelijk heel veel huizen in Brookhaven, dus het is best wel een moeilijk na te checken. Maar het lijkt erop dat hier geen nieuw huis te vinden is. Ik wil eigenlijk nog één locatie checken. En jullie weten waarschijnlijk welke het is. En dit is het huis. Dit huis kost Robux. En het is een van de grootste huizen in heel Brookhaven. En voor dit huis, als je deze wilt, moet je natuurlijk wat Robux betalen. Maar zo te zien, laat het spel mij dit huis niet eens kopen. Brookhaven, ik klik op de knop en er gebeurt niks. Oké, hier zijn we dus op een nieuwe server. En nu gaan we achterkomen of dit huis nieuwe huizen te verkrijgen heeft. Maar ik heb dit eigenlijk nog nooit gezien. Dus laten we eens gaan klikken. En ik kan nog steeds niet klikken. Waarom kan het letterlijk niet kopen? Check dit. Ik klik er letterlijk op en er gebeurt niks. Oké, we komen daar later op terug. Voor het volgende gerucht is als je naar de Brookhaven Bank gaat, zoals jullie weten, kun jij de bank beroven met een bom. Wat als ik jou zou zeggen dat je geen eens een bom nodig hebt? Als je in je backpack gaat, als jij een van die wapens pakt, pak gewoon alle wapens die je kan pakken. En doe daarop een geluidsdemper. Dat doe je met deze knop hier. Dus laten we op elke pistool een geluidsdemper doen. Oké, dat kan niet op de taser. Laten we de taser eerst gebruiken. Oké, 3, 2, 1. Er gebeurt niks. Oké, en dan pak ik de pistool met de geluidsdemper. En dan gaan we eventjes kijken of we deze bank kunnen openkrijgen. Kom op, kom op, kom op. Oké, misschien moet ik op dit dingetje schieten hier. Wacht, 3, 2, 1. Kom op, kom op, kom op. En er gebeurt niks. Oké, laten we het met de shotgun proberen. Nee. Dit lijkt niet te werken. En daarom doen we het op de klassieke manier. En dat is met de bommetje boomen. En dan hebben we de Robux. En we gaan ermee vandoor. Maar wat als je deze Robux echt kan inwisselen in de bank? En dat gaan we nu testen. Want mensen zeggen dat we de Robux echt kunnen inwisselen bij de bank. Dus als we terug gaan naar de bank die we zojuist hebben beroofd. Ja, het klinkt wel raar, oké? De Robux die we net hebben beroofd gaan inwisselen. Maar er werkt toch niemand. En dan zouden we de koffer in onze hand moeten vasthouden en naar deze apparaat gaan. En dan letterlijk klikken op Get Cash. Sky, waarom werkt dit niet? Er gebeurt letterlijk niks. Ja, we hebben tenminste de zak met Robux, dus ik ben blij. Maar er zijn nog heel veel geruchten in Brookhaven die we moeten ontrafelen. Want er zijn heel veel dingen die nog moeten gecheckt worden of ze waar zijn of niet. Dus voor de volgende moeten we naar de Brookhaven appartementen gaan. En voor dit, zoals je weet, zijn hier de appartementen. En als je nou hier klikt, zou er ook een ander appartement beschikbaar kunnen zijn. Ik zie maar deze drie en deze drie. Ik zie niet echt een andere. En deze waren er altijd al. Dus misschien de penthouse appartementen? Nee, hier zijn ook 6 appartementen. Dus we hebben helaas geen nieuwe huizen nog in Brookhaven. Maar wat we wel zouden hebben is nieuwe drinken in de winkel. Dus als we nou niet bij de ijsjes gaan. Ik heb niet echt zin in ijsjes. Oeh, pizza. Lijkt me wel lekker. Oeh, ik eet hem op voordat ik hem heb betaald. Oké. Nou, dan gaan we deze even opeten voordat we hem betalen. Oké. Niemand ziet ons. Niemand ziet ons. Laten we hem snel opeten. En dan gaan we wat water pakken. Want zoals jullie weten, we hebben water in Brookhaven. Maar we hebben ook deze paarse sapje. En als we dit paarse sapje pakken, kunnen we hem opdrinken. En je zou denken, oké, maar wat doe je dan als je hem opdrinkt? Dan verander je soort van in de sapkleur. Like als jij dit wist en abonneer nu.